open de vergadering. Aan de orde is de beëdiging van een nieuwe collega. Ik geef het woord graag aan de enige echte onvolprezen voorzitter van de commissie voor het onderzoek van de geloofsbrieven, die haar zware werk wederom heeft verricht. En we gaan luisteren naar haar verslag. Mevrouw Leijten. Dan zou ik natuurlijk tot mijn plezier willen zeggen dat ik het fijn vind dat ik het woord krijg van de enige echte ondervoorzitter van deze Kamer. En zo zijn we dan weer heerlijk knuffelig bezig op het moment dat we anders het over de omgangsvormen hadden. Zo kan het ook, dames en heren. Maar goed, we moeten dit belangrijke moment niet met een grapje afdoen. Want op het moment dat wij weer een Kamer van 150 leden worden, dat is altijd een bijzonder moment. Zeker voor het desbetreffende lid wat beëdigd wordt. En daarom doen wij altijd belangrijk werk als de commissie voor het onderzoek voor de geloofsbrieven. En moet ik ook altijd een tekst voorlezen. Dat is secuur werk, want daar moeten we niet van afwijken. Dus ik ga beginnen. De commissie voor het onderzoek voor de geloofsbrieven heeft de stukken onderzocht die betrekking hebben op mevrouw S. Moetluer te Zaandam. De commissie is tot de conclusie gekomen dat mevrouw S. Moetluer te Zaandam terecht benoemd is verklaard tot lid van deze Kamer der Staten-Generaal. Tweede Kamer der Staten-Generaal. De commissie stelt u daarom voor haar toe te laten als lid. Daartoe dient zij wel eerst de verklaringen en beloften zoals zijn voorgeschreven bij de wetbeediging ministers en leden Staten-Generaal van 27 februari 1992 Staatsblad 120 af te leggen. En de commissie verzoekt u tot slot de Kamer voor te stellen het volledige rapport in de handelingen op te nemen. Ik dank de commissie voor haar verslag en stel voor dien overeenkomstig te besluiten. Al dus besloten, ik verzoek de leden en de overige aanwezigen in de zaal en op de publieke tribune voor zover mogelijk is te gaan staan. Mevrouw Moetluer is in het gebouw der Kamer aanwezig om de voorgeschreven verklaringen en belofte af te leggen. Ik verzoek de griffier haar binnen te leiden. De door u af te leggen verklaringen en beloften luiden als volgt. Ik verklaar en beloof dat ik, om lid tot van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb ontvangen of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof trouw aan de koning, aan het statuut van het koninkrijk en aan de grondwet. Ik verklaar en beloof dat ik de plichten die mijn ambten mij oplegt getrouw zal vervullen. Dat verklaar en beloof ik. Hartstikke goed, dan wens ik u van harte geluk met het lidmaatschap van deze Kamer. Dat zeg ik zeker als oud-Zaankanter. Ik heb een das met Zaans groen omgedaan voor u. Ik verzoek u in ons midden plaats te nemen en uw aanwezigheid zal op de presentielijst worden vermeld. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken voor de felicitaties al hier.